De VHP gaat verbetering brengen in zaken die niet goed zijn aangepakt door de huidige regering. Dit zei VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi op een gisteren gehouden persconferentie in het partijcentrum De Olifant. Santokhi gaf aan dat het beleid van de huidige regering heeft gezorgd voor ontwrichting van de economie. Om verandering te brengen in deze situatie heeft de VHP een uitgebreid wederopbouwplan opgesteld. We hebben daarvoor ons verkiezingsprogramma. We hebben daarvoor ons wederopbouwplan. Waar zeer detailistisch is aangegeven hoe de financiële en economische sector gaan aanpakken. Van waar die middelen gaan komen. Hoe we internationaal gaan samenwerken om kapitaal aan te trekken. Hoe we internationaal gaan samenwerken om onze schulden te herschikken en te herprofileren. En hoe we dat met internationale bijstand ademruimte gaan krijgen voor wat betreft terugbetaling, aflossing van schulden en rente. Daarvoor heb je een regering nodig dat één eerst een vertrouwen moet uitstralen. Twee, een regering nodig die een vertrouwenwekkend pakket aan maatregelen kan presenteren aan de nationale en internationale gemeenschap. Dat pakket hebben we al ready. Volgende week doen we weer een persconferentie en we gaan detailistisch in op al die maatregelen die wij gaan treffen. De VHP is er voorstander van om de COVID-19 maatregelen gefaseerd te versoepelen. Santokhi zegt dat de COVID-19 crisis grote gevolgen heeft voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. En dat zijn die ouderen, de seniorenburgers, de mensen die pensioen krijgen, de mensen die AOV krijgen. Ik loop elke dag op straat, meet the people. Mijn mensen, ze komen niet uit. Ze komen niet uit, ze zijn arm geworden. Dat is de kwetsbare groep die direct aangepakt zal moeten worden. En de eerste maatregel direct naar ons aantreden zal zijn om die pensioenen en die AOV waarde vast te maken. Dat ze niet een slachtoffer gaan worden van schommelingen in de economie. Het is een groep die hard gewerkt heeft voor de samenleving. Het is een groep die zich kapot gewerkt heeft in de verschillende sectoren. En nu is gaan behoren tot de armsten van onze samenleving. De plannen hoe we dat waardevast gaan maken, dat is ook allemaal uitgewerkt. En uiteraard gaan we die AOV ook moeten optrekken, omdat die mensen op dit moment niet uitkomen. Dat was Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de VHP. Hij sprak gisteren op een persconferentie in De Olifant. Volgens Santokhi heeft de VHP een goed wederopbouwplan om de economie weer op rails te krijgen.